Welkom bij Non-Stop Voetbal, met vandaag in willekeurige volgorde 10 onvergetelijke momenten van Jaap Stam. Nummer 10. Wenkbrauw hechten tijdens wedstrijd. Tijdens het EK 2000 liep Stam een flinke scheur op in zijn wenkbrauw na een kopduel met de Tsjech Jan Koller. Waar tegenwoordig spelers na het kleinste tikje over het veld rollen, liet Stam zijn wenkbrauw gelijk weer aan elkaar hechten. Bij het hechten leek de dokter iets zenuwachtiger te zijn dan Stam, die ongeduldig zat te wachten tot hij het veld weer in kon. Even de dokter shaking a bit down there. Think the tension's got to him. Nummer 9. Gemiste penalty tegen Italië. Tijdens hetzelfde toernooi nam Nederland het in de halve finale op tegen Italië. Een wedstrijd die voor altijd zal worden herinnerd aan de 5 penalties die Oranje miste. Zo wisten Frank de Boer en Patrick Kluivert niet raak te schieten in de reguliere speeltijd en werd het er ook tijdens de strafschoppenserie niet beter op. Zelfs niet toen alle hoop in Nederland gevestigd was op de rots van Kampen, die de bal keihard het stadion uitschoot. Nummer 8. Geen ruimte voor Zamorano. In de jaren 90 stond Ivan Zamorano bekend als een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld. De voormalig spits van Inter Milan dacht in 1999 tijdens het duel met Manchester United dat Stam wel even voor hem aan de kant zou gaan. Maar dat liep even anders. Nummer 7. Afrekenen met natrapper. De Italiaanse voetballer Pietro Parente had ooit het lef om Stam een trap na te geven. Iets waar hij waarschijnlijk al snel spijt van had. I will find you. And I will kill you. Nummer 6. Gronkjaer tegen de reclameborden. In 2003 was Stam helemaal klaar met het gedrag van Chelsea-speler Jesper Gronkjaer. En liet dat blijken door hem regelrecht uit het veld te beuken. Nummer 5. Schouderduw tegen acteur. Hetzelfde deed Stam in 2010 bijna met de Engelse acteur Bradley James tijdens een testimonial. De komiek Jason Manford legde na het oefenduel op eigen wijze uit hoe het voelde om het tegen Stam op te nemen. I didn't even see him coming. I just saw ripples in my water as I heard him coming behind me, like Jurassic Park, and then he was just there all of a sudden. Nummer 4. Beuken tegen Bayern Legends. Dat vriendschappelijke wedstrijden niet bestaan voor Stam, bewees hij tijdens een duel tussen de legendes van Manchester United en Bayern München. Nummer 3. Opstootje tegen Arsenal. De wedstrijden tussen Manchester United en Arsenal stonden in de jaren 90 en tijdens het begin van deze eeuw, met onder andere Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, Patrick Vieira en Jaap Stam, garant voor erg veel spektakel. Nadat de twee laatstgenoemden het in 1999 met elkaar aan de stok kregen, maakte Stam de Fransman op eigen wijze duidelijk dat hij maar beter zijn mond kon houden. Nummer 2. Betrapt op dopinggebruik. In 2001 kende Stam mindere tijden nadat hij voor 5 maanden werd geschorst voor het gebruik van de anabole steroïde Nandrolon. De verdediger, die net een contract had getekend bij het Italiaanse Lazio, heeft de beschuldigingen omtrent vermeend dopinggebruik altijd ontkend. Nummer 1. Voetballen met Harry Vermeegen. Door de jaren heen heeft Harry Vermeegen ontzettend veel tv-items opgenomen met Jaap Stam. In een van die uitzendingen was het de bedoeling dat de verdediger in zijn tuin een voorzet van de presentator zou binnenkoppen. Iets wat niet bepaald soepel verliep. Het is de bedoeling dat ik die snoekduik maak, ja? Niet dat jij die bal er in één keer in rent. Streep hem maar gewoon. Met de frame nu eens een keer. Oké. 1! Ja! Ja! Kwaad? Nee. Niet? Teleurgesteld. Vraag gewoon om een voorzet. Ja. Vraag hem niet of je mijn tuinhuisje wil aanbreken. Dat was hem voor vandaag. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren of neem een kijkje op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.